Jaarlijks onderzoekt de Consumentenbond hoe het met de betrouwbaarheid van auto's is gesteld. En dat doet de bond op merkniveau en op type niveau. Ja, Joyce Donat van de Consumentenbond kan ons hier meer over vertellen. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben jullie nou precies onderzocht? Nou, wij doen elk jaar een enquête uit onder 8.000 tot 10.000 mensen die met een auto die jonger is dan 10 jaar. Dus nog wat jonger dan 10 jaar, 10 jaar is oud. Maar we kijken dus naar de auto's en we vragen dan, heb je pech gehad dit jaar? En wat voor pech heb je gehad? Hoe erg was het? Kon je er nog mee doorrijden? Of moest je meteen naar de garage? Of kon je überhaupt niet meer verder? Nou, alle uitkomsten die tellen we bij elkaar op. En er komt een gemiddelde uit van per merk en per type auto. En daarmee weten we dus van, nou, met die auto sta je vaak langs de kant. En met die auto rij je eigenlijk als een zonnetje. Als je geluk hebt natuurlijk. Ja, maar het gaat dus om nieuwe en oude auto's. Want de auto's die je 3 maanden geleden hebt gekocht, die tellen ook mee. Ja, daar wordt een gemiddelde bij gezocht natuurlijk. Van hoe oud de auto is en hoe vaak je dan met pech staat, met pannen staat. En steek maar van wal, de slechtste auto. Ja, dat ben ik benieuwd naar. Het slechtste merk, dus je hebt verschillende types natuurlijk. Maar het merk waarmee de mensen het meest langs de weg stonden, is de Citroën. En ook de Renault, de Ford en de Fiat doen het slecht. Die zijn 1 na laatste. Dat betekent dus eigenlijk dat vooral de Zuid-Europese auto's het slecht doen. En als je dan kijkt naar type auto, ja, dan doet de Renault het echt het allerslechtste. Renault Scenic, bouwjaar 2012 tot 2015. Nou, dat is echt, die krijgt een 1. Zo vaak. Dat is echt heel erg. Wat is daar dan mee? Wat gebeurt er dan al? Waar gaat die overal kapot? Nou, wat er kapot gaat is allerlei verschillende dingen. De airco en de climate control wordt opvallend veel genoemd. Maar ook de elektrische installatie en de versnellingsbak en de koppeling. Nou, dat is echt een dure reparatie als je dat voor je kiezen krijgt. Maar ook bij de elektrische auto's bijvoorbeeld zijn er laadproblemen. Ja, oké. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de top 3 eigenlijk, wat wel goed is. Ja, dat is eigenlijk elk jaar wel min of meer hetzelfde, de top 3. Mogen we raden? Nou, raad maar eens. Een Toyota? Ja, Toyota zit er sowieso in. Ja, die staat op nummer 4 dit jaar. Die staat ook wel eens op 1, 2 of 3. Ja, dit jaar op 4. Noem jij ook eens een merk? De Mazda. De Mazda? De Mazda. De Mazda staat op 5. Oh. Er zijn dus nog steeds betere auto's. Suzuki staat op 1. Mitsubishi. Mitsubishi op 2 en de Subaru op 3. De Japanners doen het goed. Maar je hoort het al. Allemaal Japanners of in ieder geval allemaal Aziatische auto's. En dat geldt voor de hele top 10 is Aziatische auto's. Behalve op de 5e plek deelt Mazda zijn plek met Honda en BMW. Dus de BMW is de enige niet-Aziatische auto die in de top 10 staat. Nou ja, hoe kan dit nou, Joyce? Ja, nou ja, bij de sommige auto's, Europese auto's, zien we gewoon dat ze goedkopere onderdelen gebruiken. Dus dan gaat het daar dus mis. En ja, de Aziaten hebben toch een andere manier om auto's te maken kennelijk, waardoor ze het beter doen. Ja, is er nog meer opgevallen waarvan je denkt van, nou, dat moet ik toch even vermeld hebben? Nou, wat opvalt is dat er vooral bij kleine stadsauto's problemen zijn met de startaccu. En dat heeft ermee te maken dat die auto's weinig kilometers maken. De eigenaren die gebruiken die auto's vaak voor korte ritjes. En dan laten de accu niet voldoende op. En dat komt bijvoorbeeld wel veel voor bij de Toyota Yaris. Dan heeft de accu dus te weinig spanning voor het volgende ritje. En dan moet je de pech bellen. En hoe zit het met de elektrische auto's? De Tesla en zo? Ja, nou, op zich prima. Die doen het gewoon goed. We hebben ook gekeken, Tesla weten we dan dit jaar niet. We hebben te weinig meldingen van gekregen. Maar we hebben wel gekeken naar, van, doen elektrische auto's het nou beter dan de conventionele auto's of slechter? En daar zit eigenlijk geen verschil in. We hebben nu auto's met elkaar vergeleken waarvan zowel een benzinemotorversie is als een elektrische variant. Zodat we echt dezelfde soort auto's hebben. Nou ja, dan zie je dat ze gewoon nagenoeg hetzelfde scoren. Ja. Waar kunnen we die resultaten en dat lijstje terugvinden, Joyce? Nou, als je lid bent van de Consumentenbond, dan heb je het kunnen lezen in de allernieuwste consumentengids. Maar ook online.
vind je meer informatie over onze auto-onderzoeken. En dan ook dit rijtje. En dan kun je kijken of waar jouw auto staat. Joyce Donat van de Consumentenbond. We zijn weer een hoop wijzer geworden. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Joep, graag gedaan.